Douwe Huttenweek 2021. We zien het achter ons. De shovel en de kraan. Ze zijn druk bezig. Ja. Stapel die pallet. Het zit erop. Het zit erop. Ja, het is geweldig. Het was een lastige week, of tenminste door het weer. Gelukkig hebben we het meeste goed door kunnen laten gaan allemaal. Beetje met aanpassing af en toe. Gisteren de bonte avond nog onder de grote tent. Konden we gelukkig ook op die manier nog door laten gaan. En nu opruimen en het was geweldig. Ik heb nog nooit zoveel ouders gezien 's morgens. Het was, we hadden het er net even over. Ik geloof dat we 8:30 de stapeltjes klaar stonden. Dus, ja, en de hutten, ja, ze worden nu allemaal afgebroken. Het thema zit erop. Nu is het rusten en daarna denk ik alweer over het thema voor volgend jaar? Ja, in september hebben we zeg maar, een evaluatie. Dan vraag ik alle vrijwilligers bij elkaar. Kan iedereen even een zegje doen? Wat is goed gegaan? Wat is wat minder goed gegaan? Wat zou je de volgende keer kunnen doen? Kan iedereen eventjes zijn verhaal kwijt? En dan in oktober, november gaan we een beetje kijken wat gaan we doen. Een nieuwe thema. En vanaf januari is het dan weer maandelijks bijeen om de plannen uit te werken. Het programma is mede mogelijk gemaakt door Jack van der Laan Schilderwerken, Chinees specialiteitsrestaurant Heng Va, autobedrijf Paul Goeman, Size Up Fashion, Otmotoren, keurslager Dick Kok, timmerwerken Geert Ronzijn.